En ik drie er, zoals al aangekondigd, bevoegd voor stadsontwikkeling in de ruimtelijke ordening, vastgoed en haven. En dat is een heel fijne, een heel unieke combinatie. En ik zal meteen vertellen waarom. Omdat je enerzijds mag bouwen mee aan de toekomst van onze stad en hoe onze stad er gaat uitzien. En anderzijds ook verantwoordelijk bent voor dat economische kloppende hart van ons Vlaanderen, namelijk onze geliefde haven. En waar komen de beide het meeste of het beste samen? Dat is natuurlijk in een project zoals de Scheldekaaien, of het nu op linkeroever is of op rechteroever. Rechteroever de Scheldekaaien, linkeroever de Scheldeboorden. En ik vind dat persoonlijk dan toch ook wel een van de koninginnenstukken of de pronkstukjes van deze legislatuur en van ook onze stedelijke plannen. De Schelde is een levensader van onze stad. Ik ben nu vandaag de dag vieren bewoner van de rechteroever, maar ik heb zelf een klein geheimpje verklappen, misschien voor veel van de aanwezigen. Tot mijn 9 of 10 jaar, ik denk tot mijn 9 jaar, op linkeroever gewoond aan het Galgeweel. Dus de linkeroever, zoals er wordt gezegd, heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Maar wat doen we met de Scheldeboorden? Dus we focussen op zowel de Schelde als de randen daar langs. En heel belangrijk om te vermelden is dat we natuurlijk beginnen met het water, met bescherming tegen het water. En daar speelt de Vlaamse Waterweg, natuurlijk Vlaanderen, een belangrijke rol, omdat we de stad, linker- en rechteroever, willen beschermen tegen mogelijke overstromingen. En we maken daarom werk van de verhoging van de bescherming. En dat heet het SIGMA-plan, waarmee dat we natuurlijk de bescherming tegen overstromingen van het binnenland voorzien. En op het moment dat dan de Vlaamse Waterweg is gepasseerd met de versterkingswerken, als ik het zo mag omschrijven, dan komen wij nadien als stad om daar de transformatie van de Scheldeboorden tot een goed einde te brengen. Wij hebben zelf een 6 kilometer lang groen park dat we voorzien, van de Brugt tot aan het Sint-Anna-bos. En van de rivieroever natuurlijk tot aan de bebouwing zelf op linkeroever. In het noorden willen we graag Sint-Anneke Plage in de volle glorie herstellen. En misschien toch eventjes stilstaan bij de chronologie, zodanig dat u ook een zicht krijgt op waar we vandaag staan en wat we nog in de toekomst mogen verwachten. In februari vorig jaar hebben we een team aangesteld, een team rond de landschapsarchitecten van bureau Bas Smits, die hier ook aanwezig zijn. En die zijn aan de slag gegaan. Die beginnen natuurlijk eerst met het projectgebied volledig te analyseren. Er wordt gekeken naar de geschiedenis, van waar komen we. Dan kijkt men ook naar het landschap. U ziet onder beeld ook, als ik het goed heb, ja, voilà, van onze voetgangerstunnel, of beter het gebouw dat u daar ziet. Men kijkt ook naar het landschap, naar de mobiliteit, het gebruik van het gebied en zo verder. En we zijn er ook meteen aan de slag gegaan met de buurt. We weten dat we met een zeer levendige buurt te maken hebben, met bewoners die graag in goed betrokken willen worden. En dat is maar goed ook, want hoe betrokkener een buurt zich voelt, hoe beter het ook is om samen met hen aan de slag te gaan. Bewoners en buurtbewoners zijn vaak de beste ambassadeurs ook van hun buurt. Die kennen ook het hele weefsel het beste. Dus wij zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Werkateliers zijn opgestart met bewoners, met verenigingen, met ondernemers, om mee na te denken over die plannen in wording. En in juni hebben we zo een webinar ingericht voor het werkatelier. Hebben we ook begeleidende wandelingen georganiseerd. 2 fietstochten. En ook een fysiek werkatelier, ook een infotentoonstelling die langs de Scheldeboorden zelf is geïnstalleerd. En dat alles om eigenlijk 3 ambities naar voren te brengen en ook af te toetsen. De ambitie van een divers oeverlandschap te vormen, een continue boord en ook een levendig park. Ja, die eerste ambitie die past binnen het SIGMA-plan, dat is het diverse overlandschap, legt ook de hoogte van de dijk vast. Jullie zullen vaststellen dat het ook gaat om een binnendijks- en een buitendijks landschap. Een deel zal natuurlijk binnendijks, het woord zegt het zelf al, droog gebied zijn, zoals we ook op rechteroever op de kaaien werken met een droog gebied waar je meer robuuste natuur kan gaan creëren. En dan een buitendijks landschap
waar we inzetten op eventuele mogelijke uitbreiding van slikken in het schorrellandschap. Dat is dan het landschap dat meer ook overstromings klaar moet zijn voor als inderdaad de Schelde daar eens wat verder komt. Wij maken heel sterk werk van de vergroening en verblauwing. En daar heeft voor alle duidelijkheid niks met politiek te maken. Ik heb hier ook een collega die hier samen in de call zit, collega Kalwaard. Maar dat heeft te maken met meer groen en meer water binnenbrengen in onze stad. Ja, de laatste was een mopje, hoor, dus dat moet kunnen onder collega's. En daar toch wel een toegankelijker groen te maken. We stellen vast, en dat is ook vooral op Richterhoever het geval, dat we heel lang met onze rug als Antwerpenaren naar het water hebben geleefd en de band met de Schelde wat zijn kwijtgespeeld. Op Linkeroever is dat veel minder het geval. Daar ben je nog altijd wel tot vlakbij de Schelde kunnen gaan. Maar het gebied is wel een beetje verrommeld door de jaren heen en niet echt toegankelijk of niet echt heel aantrekkelijk om te gaan wandelen. En we maken nu echt wel werk van een onafgebroken Scheldewandeling van 6 kilometer lang, met slingerende, meanderende paden die soms wat dichter bij de Schelde zullen zitten, soms wat verder van de Schelde, wat dichter tegen het bewoonde gebied. Het moet echt wel een gebied worden op echt maat van wandelaars en fietsers. En ja, echt groen gebied en toegankelijk groen gebied echt binnenbrengen. Dat is het natuurlijk nu al, maar we willen dat nog veel toegankelijker maken. In het noorden, dat weet u ook, zijn we bezig met het RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan, om te gaan kijken naar het geven van rechtszekerheid, ook aan de horeca, een heel belangrijke. Mensen vragen me soms wel eens af van ja, waarom is dat daar nodig, die RUP-procedure? Omdat die horeca daar momenteel zone vreemd zit. En dat is natuurlijk niet fijn voor die mensen. Dat is ook niet echt bevorderlijk om te gaan renoveren en te gaan investeren. Dus we hopen daar rechtszekerheid te kunnen bieden door een ruimtelijk uitvoeringsplan, zodat die mensen niet meer zonevreemd zitten en ook gaan investeren in kwaliteitsvolle horecazaken voor natuurlijk in eerste instantie de buurt, maar misschien ook wel eens een wielertoerist die dan blijft plakken voor zijn potje motselen op Sint-Anneke. We denken dat we dat toch kwaliteitsvoller kunnen gaan invullen. Met respect natuurlijk voor de huidige uitbaters die daar graag geziene en lang geziene gasten zijn. Dat beseffen we heel goed. Wij gaan naar november een nieuw terugkoppelingsmoment komen nadat we bijkomend onderzoek hebben gedaan over dus het hele gebied van de Scheldeboorden. Dat gaan we in werkateliers doen met ook een infomarkt, met ook aanwezigheid van het ontwerpteam om vragen te kunnen beantwoorden. Ik hoop om eerlijk te zijn dat we dat een volgende keer terug ook fysiek kunnen gaan doen. Want het is fijn dat we nu elkaar op deze manier digitaal kunnen zien, maar het is toch veel plezanter om echt gezicht tot gezicht met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Maar dat komt er dus nog aan. En we hopen naar een definitief masterplan te kunnen gaan tegen het voorjaar van 2023. Misschien nog afrondend eventjes zeggen dat we deze legislatuur niet alles gaan kunnen doen. We hebben budget voorzien voor de omvorming van deelgebied Noord. Daar zal zo dadelijk ook nog collega Kalwaerts meer over vertellen, vermoed ik. Voor het deelgebied Zuid heb ik zelf, dus daar is de grens met Brug tot aan de Galgeweellaan, 6 miljoen, bijna 6 miljoen, voorzien op de budgetten bij SW. En dan is het de bedoeling om in de volgende legislatuur aan de slag te gaan in het centrale gebied. En dat is dan het gebied van Galgeweellaan tot aan de Charles de Kosterlaan. Dat is dus niet voor deze legislatuur, maar dat zal uiteraard ook wel de volgende legislatuur volgen. Daar maken wij ons toch al minstens sterk voor, maar dat zal hopelijk nog voor ons zijn of misschien voor andere collega's. Maar dat zal niet voor deze legislatuur zijn. Ziezo, dat was voor mij de inleiding en ik geef bij deze graag het woord door aan collega Kalwaerts. Ik blijf zelf ook nog in de call. Ik zal misschien wel de camera dempen, maar wil zeker ook jullie ongetwijfeld belangrijke en interessante vragen en bemerkingen nog aanhoren. Maar eerst over naar de collega en de mensen van het studiebureau. Ja, dankjewel, Aniek. Goedenavond, iedereen. Ik wil eventjes mij aansluiten bij hetgeen wat mijn collega Aniek de Ridder heeft gezegd over het feit dat jullie hier zijn op deze, ja, het is niet meer zonnig natuurlijk, maar het was een prachtige dag op deze avond, op een moment dat de cafés terug allemaal open zijn, maar het toont wel echt jullie betrokkenheid
bij het project waar we het vanavond nog eens over gaan hebben. Ik zal mezelf even voorstellen, want ik ben kersvers schepen en collega van Schepen Annie de Ridder. Ik ben schepen voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken. En u raadt het, het is op het punt van het openbaar domein dat ik dezelfde passie deel als mijn collega Annick de Ridder wat betreft onze liefde voor de stad, onze liefde voor linkeroever, liefde voor rechteroever en natuurlijk ook de projecten om van onze stad een betere stad te maken of terug te laten herstellen in een glorie misschien wel van weleer of een glorie die dat nog meer verheft. U zou zich misschien kunnen afvragen, waarom zitten wij hier met twee schepenen? Hoe zit dat precies? Willen ze elkaar controleren? Komen ze niet overeen of komen ze veel te goed overeen? Nu, misschien is eerder het tweede het geval. Twee schepenen, waarom? Omdat het project voor ons van uitermate groot belang is. Ook heel wat, en dat hebben jullie daarnet gehoord, investeringen vraagt. En het project is ook opgedeeld in een aantal zones. Dus we spreken over het noordelijke deel, zoals mijn collega daarnet heeft gezegd, waarvoor ik vanuit mijn kabinet 10 miljoen vrijmaak. En voor de overige delen wordt een fikse investering gedaan, zoals Schepen de Ridder net aangaf, door SW. Het is een belangrijk project voor ons. En daarom ook die gedeelde, dus de twee schepenen, die zich daarover willen ontfermen om van Linkeroever terug de hotspot van weleer te maken. Ik denk als jullie kijken op internet en je zoekt wat foto's op van hoe Linkeroever erbij lag en Sint-Annekeplage in de jaren midden 1900 en dergelijke, dat jullie echt wel kunnen wegdromen, wegdromen en denken, terugdenken aan die romantische beelden. Echt wel de aantrekkingskracht van die plek wel kunnen waarderen. Nu, zoals mijn collega Annick de Ridder heeft gezegd, is het een participatief project waar wij zoveel mogelijk jullie inbreng en input willen in meenemen. Willen meenemen ook in het voorontwerp, maar ook achteraf. Dus we komen daar inderdaad nog eens mee terug, omdat het belangrijk is om de experts ter plaatse, om de expertise die jullie hebben, de inzichten die jullie hebben, om die mee te nemen in het realiseren van zulk een belangrijk project. Nu, de eerste stap die ondertussen genomen is en die verder in ontwikkeling is, en dat zullen jullie misschien al gemerkt hebben, is de toegangszone aan het einde van de Gloriaantlaan, waar we een startpunt van willen maken, eigenlijk een groene toegangspoort, zowel wat betreft een groene inkom voor de plage zelf, van waar je dan verder door kan naar het strand, de horeca, het zwembad, het Esmorijtpark, het achterliggende Sint-Anna-bos. En jullie zullen misschien al gezien hebben dat wij gestart zijn met de uitvoering van de werken met betrekking tot de parking. De parking die ondertussen volledig onthard en ontgroend is en vergroend is, maar waar we wel voor blijven zorgen dat de parkeerbalans, dus de parkeerplaatsen en het aantal parkeerplaatsen, daar wel blijven behouden worden. Jullie zullen misschien ook al gemerkt hebben, maar dat zal voornamelijk in volle glorie komen als de knoppen aan het blad komen, dat er 65 nieuwe bomen geplant zijn en dat ook de verkeersveiligheid daar is aangepakt. Wat ook wel belangrijk is, als je natuurlijk de toegangspoort wil zijn van een startpunt naar een recreatie, naar een rustplaats voor onze bezoekers. Jullie zullen ook al gezien hebben dat wij van plan zijn het velostation te aansluiten is op dat fietspad. En ons ijssalonnetje, dat blijft vanzelfsprekend bestaan en zal ook in ere hersteld worden om een aangename zone te worden waar je je ijsje lekker kan opeten en waar je kan vertoeven. Jullie hebben het net gehoord, het herstel van het strand van Sint-Anneke is ook een heel belangrijk item waar we willen op inzetten. Zowel de oever langs de buitenzijde als langs de binnenzijde. Het herstellen van het slikken en het schorre landschap is van uitermate belang. En wat nieuw is en wat wel echt wel een meerwaarde is, zelfs ten opzichte van de glorie van weleer, is het park van 6 kilometer lang. Dus een onafgebroken park voor recreatie, voor rust. Een ononderbroken pad, een wandeldijk langs die Schelde, waar ook nog fietspaden worden voorzien, zodat ook de verbinding per fiets gemakkelijk gelegd wordt
tussen de plage, het Frederik van Edeplein en het Sint-Annebos. Dus het zijn allemaal toch wel wat grote ingrepen die we, gaan, die we van plan zijn of die op til staan, waar we heel graag nog meer input van jullie hebben, maar wel heel wat input van jullie hebben kunnen meenemen. En we hopen dat we zo snel als mogelijk de spade werkelijk in de grond kunnen steken om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk in deze periodes en deze toekomstige periodes van hopelijk heel veel zon, heel veel goed weer, dat we allemaal aangenaam aan onze Scheldeoever kunnen vertoeven. Dank jullie wel en ik geef graag het woord naar de mensen van het project. Kunnen jullie mij verstaan? Ik heb een klein probleempje met mijn camera, maar als jullie mij verstaan, wil ik even een korte introductie geven. Horen jullie mij? Ja. Oké. Nee, dank u wel, Schepen Kaluwaerts en Schepen de Ridder, voor deze heel heldere introductie. Ik wil even zeggen, van onze kant als opdrachthouder hebben wij een heel competent team samengesteld voor deze belangrijke opdracht. En zijn wij, nadat we de wedstrijd gemaakt hebben, met alle diensten gaan spreken, hebben inderdaad die wandelingen gemaakt, die panelen uitgezet en eigenlijk onze analyse heel grondig gemaakt om tot deze eerste visie te komen, die Eva de Meesman jullie zal toelichten. Ik denk dat ik volledig kan onderschrijven wat door mijn twee vorige sprekers gezegd werd. Voor ons is de participatie zeer belangrijk. Als je zo'n groot deel van de stad aan het hertekenen bent, is het van uitermate belang dat dit gedaan wordt met de steun van de toekomstige gebruikers en bewoners. Dus we staan daar zeer open voor. We hebben ook al heel veel discussies gehad met de verschillende partijen die we belang hebben op de site. En voor ons is het echt de ambitie om te gaan ontwerpen wat een 21ste eeuws park moet zijn. En de moeilijkheid vandaag is dat er veel beslag wordt gelegd op de open ruimte. Dus vandaar dat we die drie ambities hebben uitgesteld om enerzijds een continue wandeling te kunnen voorzien, meer recreatie te kunnen voorzien, een levendig park te kunnen maken, maar tegelijkertijd ook meer ruimte voor natuur en voor biodiversiteit. Dus we proberen er echt een verhaal van te maken dat en is, en meer mogelijkheden, en meer natuur, en meer ruimte, en ook meer activiteiten. En dat is een hele uitdaging, dat is ook een hele puzzel, want het gebied is maar zo groot als het is, maar dat is eigenlijk onze ambitie, dat nadat de werken gebeurd zijn, er meer ruimte is voor al die elementen die ik juist heb aangehaald. Dus we zijn er met veel enthousiasme werken daaraan. En we zijn ook heel blij om dan vandaag die eerste analyse en visie te kunnen voorstellen. Daarbij geef ik het woord graag aan Eva. Ja, dank u Bas. Dus goeie avond iedereen. Zoals Bas al zei, zal deze presentatie een soort van korte samenvatting zijn van de analyse en visienota die we opgemaakt hebben, die ook goedgekeurd is en die online terug te vinden is. Dus vanuit onze eerste analyse en lezing van het landschap en ook van zijn historiek hebben we gemerkt dat Linkeroever eigenlijk een plek is waar evolutie en transformatie altijd aanwezig is geweest en waar dat zowel de mens als de rivier een zeer sterke invloed had op de plek. Gaande van het creëren van dus de Borgerweerdpolder, een volledig ontdekt landschap waarbij je eigenlijk het Vlaams hoofd had tegenover de stad Antwerpen. Naar het dan opspuiten van die polder om een zeer ambitieus, modernistisch, stedenbouwkundig plan uit te voeren dat dus deels uitgevoerd is. En om vandaag dan op een punt te komen waarbij dat de opdracht van de Scheldewoorden ons een enorme opportuniteit geeft om het 6 kilometer lang park te creëren, dat zowel aansluiting zoekt tot de Schelde, tot de parkstad, maar ook tot de grotere groene structuren en tot de stad aan de rechteroever. Tegelijkertijd ook het opwaarderen van die identiteit van de oevers van de Schelde, aan de rechteroever de minerale kaaien, en aan de linkeroever de zachte groene boord. Vandaag zien we echter vooral een gefragmenteerde boord, waarbij dat we ook een uniform landschap hebben die niet eigen is aan zijn ondergrond.
waar je desondanks het zeer uitgebreide programma toch vaak een desolate indruk hebt. Maar we zien uiteraard ook heel wat opportuniteiten op de site. Zoals het Frederik van Eerenplein, dat een centrale poort zou kunnen zijn die je verwelkomt tot de site. Ook het al zeer groene karakter van de plek, die we willen meenemen en opwaarderen. Het waardevolle slikken- en schorrenlandschap buitendijks. Ja, de plage en uiteraard ook de zichten die je hebt op de Antwerpse Reede en omgekeerd op die zachte gradiënt. En vandaag, zoals Bas ook zei, willen we graag dieper ingaan op die drie ambities die voortvloeien uit onze uitvoerige analyse die onze wedstrijdvisie verder heeft scherp gesteld. De eerste is het creëren van een divers oeverlandschap als een groene onderlegger die een continue parkzone creëert. Waarbij dat we door middel van een meanderend padensysteem een continue boord willen creëren. En ten derde ook uiteraard een levendig park, de recreatie die vandaag aanwezig is, om die op te waarderen. Maar ook te bekijken hoe dat we of welk programma nog verder nodig is om die levendigheid te brengen op de site. De eerste, het diverse oeverlandschap. Vandaag zien we binnendijks een eerder vlak landschap op die opgespoten zandgrond, waar dat diversiteit en dynamiek vandaag ontbreekt. Uiteraard heb je wel al heel wat waardevolle hoogstammige bomen, maar als onderlagen is het net iets minder waardevol. En buitendijks hebben we wel al dat zeer waardevolle slikken- en schorrenlandschap met het Natura 2000-label. En waar wij naar op zoek zijn, ja, dit is uiteraard een zeer schematische snede, is om een park in gradiënten te creëren, waarbij we een nieuw soort topografie introduceren die kan toelaten om water op te vangen, om die verschillende biotopen te creëren en ook een veel diverser palet aan vegetatietypes voor te stellen. Binnendijks ontstaat er op die manier een soort van... er ontstaat eigenlijk een gelaagdheid, dus gaande van die bestaande laanfiguur naar een soort van bosrand die ook voortvloeit uit de eerder bestaande bomenstructuur die vandaag al bestaat, gaande naar het oeverlandschap, het dijklandschap en dan ook zoeken naar de opwaardering van het slikken- en schorrenlandschap. Buitendijks gaan we dus bekijken, of hebben we enkele zoekzones aangeduid, waar we kunnen onderzoeken of het slikken en schorren uitgebreid kan worden, gecompenseerd kan worden of verder gevaloriseerd kan worden. Zodat dus het landschap dat we vandaag al zien, dat we ook kunnen bekijken hoe we die meer rijkheid kunnen brengen. En binnendijks gaan we dan op zoek naar die gradiënten, naar die gelaagdheid. Ook het zoeken naar die open en gesloten plekken die je eigenlijk vandaag al ook kan zien op die site. Om zo een veel sterkere, een grotere rijkdom te brengen. Maar steeds ook rekening houdend uiteraard met de menselijke activiteit die aanwezig is op de site. Dus het zoeken naar plekken die actiever zijn, welke antwoorden geven we daaraan aan dat landschap, tegenover plekken die dan eerder ontoegankelijker zijn en waar dan andere gebruikers dan de mens ook hun plek kunnen vinden. En op die manier willen we dus het park creëren die ook aansluiting zoekt tot die grotere groenstructuren van Linkeroever. Zowel de natuurgebieden in het centrum als die grotere lanen. En uiteraard is het hierbij essentieel dat we zoeken naar het maken van het klimaatrobuuste park. Uit de droogtestudie van Antwerpen leren we dat aan de site vooral verdroging en verzilting van de site een probleem zou kunnen zijn. Dit door de nabijheid van de Schelde en ook door die zandige ondergrond waar infiltratie zeer snel gebeurt. En wat dus het herprofileren van de site op de plekken waar het mogelijk is, ons ook kan helpen om dat water
op te vangen, om het vast te houden, maar ook om een verkoelende plek te creëren in de zomer. Waarbij dat die herprofileringen verschillende vormen kunnen aannemen. Dat kunnen eerder natuurlijke waddies zijn, maar kan evengoed ook op een zeer functionele manier geïntegreerd worden in het park. En waarbij dat we dus eigenlijk een park willen creëren waar het regenwater maximaal wordt opgevangen, wordt geïnfiltreerd, maar waar we ook kunnen bekijken om het regenwater bijvoorbeeld op te vangen om het beheer van de site te kunnen doen, door bijvoorbeeld irrigatie van de beplanting. En ook eens te bekijken welke nieuwe technieken mogelijk zijn op de site. En dan hebben we telkens in de analyse- en visienota verschillende onderzoeksvragen geformuleerd die ons zullen gidsen in ons verder onderzoek, in het onderzoek van het voorontwerp van het masterplan, maar ook de ontwikkeling van het ontwerp van Scheldeborden-Noord. Dus wat is precies dat oeverlandschap? Welk beeld geeft dat? Welk beheer is daarvoor nodig? Waar en hoe kunnen we het slikken en schoren landschap behouden of compenseren? Hoe creëren we dat klimaatrobuuste park? Hoe spelen we in op het hemelwateraanbod? Hoe kunnen we dat zoveel mogelijk hergebruiken? En zo verder. Om dan over te gaan op de tweede ambitie, de continue board. Dus hoe brengen we continuïteit in de site die vandaag een eerder gefragmenteerd karakter heeft? Zoals al gezegd is, de aanleiding van onze opdracht is dus het Sigma-plan. Dus de eerste continuïteit die we brengen in de site is de Sigma-dijk zelf, die de kans geeft om dus dat 6 kilometer ononderbroken wandeling te realiseren. En daar gaan we samen op zoek met de Vlaamse Waterweg wat nu de exacte positie is van de dijk en hoe we die kunnen integreren in het landschap. Voor ons is die dijk een soort van lineair landschap die aansluiting zoekt tot de aangrenzende landschappen, tot zowel het binnendijkse als het buitendijkse landschap. Dat kan zijn door middel van bijvoorbeeld vertrappingen, door de topografie aan te passen, zodat die minder een barrière vormt. Maar op sommige plekken ook door bijvoorbeeld een keermuur te zijn op plaatsen waar er niet voldoende breedte voorzien is, bijvoorbeeld langs private percelen of plekken waar het slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk behouden moet worden, uiteraard. En naast die meanderende dijk of die dijkfiguur introduceren we dan een meanderend padensysteem die de wandelaar of de bezoeker op een logische manier doorheen de site brengt. En waarbij dat we ook dat bestaande programma zoveel mogelijk aan elkaar willen rijgen op een logische manier. En we voelen ook dat het uiteraard dan ook nodig is om een compacte en efficiënte randfiguur te ontwerpen. Een plek die eigenlijk, een rand die het gemotoriseerd verkeer organiseert, het parkeren, het snelle fietsen, waardoor je eigenlijk vanaf de bouwlijn tot de rivier een soort van vertragend effect krijgt. Hoe verder of hoe dichter je bij de rivier komt, hoe trager ook het verkeer wordt. Hierbij gaan we ook op zoek naar hoe dat we dan het functionele versus het recreatieve bewegen kunnen organiseren langs onze poort. En daarbij vinden wij een zeer belangrijk onderzoek, is het kijken of het onderzoeken naar die ontharding, het ontharden van vaak de zeer overgedimensioneerde wegprofielen. Maar uiteraard steeds rekening houdend dat de activiteiten nog steeds mogelijk zijn en dat alle programma bereikbaar blijft. En om die continue poort te kunnen creëren, willen we ook inzetten op het creëren van leesbare poorten. Het toekomen op de site op een leesbare manier. Waarbij je, wanneer je aankomt op de site, dat je ook een duidelijke richtingen krijgt
om bepaalde punten te bezoeken. Bijvoorbeeld de positie van de waterbushalte, waar je vanaf daar eigenlijk een overzicht krijgt over de noordelijke zone en de zaken die daar te bezoeken zijn. Uiteraard ook het Frederik van Eerenplein, waar die verschillende stromen samenkomen, maar die ook een zeer sterke pleinfunctie heeft. Tot het de Scheldebrug in de zeer verre toekomst, die ook die zuidelijke ontsluiting kan organiseren. Dan hadden we bijvoorbeeld al bekeken op beeld van wat kunnen we bijvoorbeeld doen rond die waterbushalte, hoe kom je aan. Maar ook uiteraard, zoals ik al zei, het Frederik van Eerenplein kan enerzijds die slimme schakel zijn, die plek waar de wandelaar, de veer, het veer, de bus, de auto samenkomt en waar je op een efficiënte en comfortabele manier kan overstappen van de ene modi op de andere. We onderzoeken hier ook of dat we eigenlijk het veer terug kunnen verplaatsen naar zijn oorspronkelijke aanmeerplaats, zodat we ook weer die afstanden verkorten en het veer ook een leesbare toegang of toegang krijgt. Maar tegelijkertijd ook het Frederik van Eerenplein als centraal buurtplein, als hart, als soort van tegenhanger van het Sint-Jansvliet. Hoe kunnen we die plek opwaarderen en hoe kan die ook zich nestelen in dat continue park? En misschien een meer compacte vorm krijgen. En opnieuw hebben we daar dus die verschillende onderzoeksvragen rondgemaakt. Zoals dus die positie van de Sigmadijk, maar ook hoe gaan we om met die overgangen tussen privaat terrein, waar we het meanderende padensysteem hebben. Hoe kunnen we die zachte boord creëren, waarbij we dus een soort van overgang krijgen in snelheden naar de Schelde toe. Om dan over te gaan op onze laatste ambitie, het levendige park. Dus wat is de recreatie van de 21ste eeuw? Waarom komen mensen recreëren op de plek? Maar vooral, hoe houden we ook die balans tussen natuur en recreatie? Hoe kan die recreatie zich nestelen in het park? We geloven ook dat dat er een versterking kan gebeuren. Dat er een versterking kan gebeuren of dat de relatie versterkt kan worden tussen de linker- en de rechteroever. We hebben dus eerst een onderzoek gedaan naar wat zijn eigenlijk de interessante wisselwerkingen die gebeuren tussen de twee oevers van de site. We zien eigenlijk dat er heel wat interessante zichtassen zijn of vergelijkbare programma die we graag in de verf willen zetten. Zoals bijvoorbeeld de interessante vis-à-vis dat je krijgt van de jachthaven naar het eilandje. Maar ook eigenlijk een historische kunstzichtas tussen het vroegere Cursaal en het Steen. Het Frederik van Eerenplein en het Sint-Jansvliet. Maar ook bijvoorbeeld die grotere ontwikkelingen, Nieuw-Zuidregatta, die zich langs de Schelde bevinden. En op die manier hebben we verschillende punten langs de Schelde al vastgelegd waar het volgens ons interessant kan zijn om zichtassen te accentueren, rustpunten te voorzien, bepaalde poorten of pleinen te creëren, omdat we op die manier ook ons voorontwerp verder kunnen onderzoeken. En die dijk kan dan ook een manier zijn om die rustpunten of zichtpunten te creëren door eigenlijk de dijk naar binnen te laten meanderen en dan in de buitenbocht bijvoorbeeld een bank te voorzien, maar ook eigenlijk hetzelfde bijvoorbeeld waar de dijk een keermuur wordt, ter hoogte van de watersportclub bijvoorbeeld, om daar ook weer die bank en die promenade te creëren buitendijks. Maar ook te gaan kijken of dat we bijvoorbeeld externe structuren kunnen toevoegen die ons dichter bij het water brengen of die een andere relatie tot het water geven. Uiteraard ook te bekijken het
kleinere recreatieve gebruik, hoe nestelen zij zich in het meanderende systeem? Dat gaat dan van de bestaande sport- en spelaangelegenheden die eigenlijk ja, zich perfect kunnen, of waar het padensysteem zich perfect kan aanpassen aan, aan die activiteiten, door opnieuw telkens de activiteit in de binnenbocht te organiseren en een rustpunt in de buitenbocht te organiseren. Maar ook kijken naar het bestaande gebouwd programma. Hoe gaan zij de relatie aan met ons park? Hoe kunnen we die relatie ook versterken? Ook bekijken als er bepaalde herinrichtingen of moderniseringen gebeuren, dat we ook die gesprekken aangaan om onze visie of ons masterplan ook te kunnen doortrekken, om zo die continuïteiten te voorzien. En dan verdere ontwikkelingen, zoals er in het masterplan van Sint-Anneke-Plage wordt beschreven, hoe krijgen zij ook een plek in ons park. En ten laatste, ja, er is heel wat watergerichte activiteit op de site, zoals die watersportclubs, de jachtclubs, maar ook scoutsen. En samen met de Vlaamse Waterweg bekijken we hoe die activiteiten nog steeds mogelijk zullen zijn bij de aanleg van de Sigmadijk en van ons park. Dus daar gaan we ook verschillende gesprekken aan, ook samen met Stad Antwerpen en het watersportbeleidsplan. Om zo dus op zoek te gaan naar de recreatieve boord, maar die wel in balans is met, of die in balans is met de natuur. Dus gelden als verbindend element door middel van uitkijkpunten, door middel van fysieke verbindingen, maar ook het behoudjes van die watersport, van de watergerichte activiteiten en het op zoek gaan naar of ontwikkelingen nodig zijn en welke nodig zijn om, onze, om echt die parkfunctie te kunnen versterken of de pleinfunctie. En welke verhalen uit het verleden dat we ontdekt hebben door onze analyse kunnen we meenemen in het ontwerp en welke vorm krijgt dat dan? Ja, dan wil ik hiermee dus afsluiten met onze drie ambities. Het diverse oeverlandschap als groene onderlegger die een 6 kilometer lang park creëert, waarin dat ons meanderend padensysteem de continuïteit brengt en leesbaarheid en doorwaadbaarheid. En waar zich dan in een levendig park ontstaat waarin de recreatie zich nestelt in die groene onderlegger. Om dan af te sluiten met ja, een conceptbeeld die we al gemaakt hadden, waar dat we op zoek zijn naar balans, natuur, recreatie. En waar dat we nu verder willen, mee verder willen gaan om ons voorontwerp te maken. Vooraleer we naar de vragenronde gaan, wil ik ook nog kort het proces overlopen waar we nu doorgaan. Ik denk dat het eigenlijk wel al verteld was bij de vorige sprekers zich al daarover hebben uitgeweid. Maar het kan altijd wel ja, handig zijn om het ook eens op kaart te zien. Dus enerzijds zijn we bezig met met het voorontwerp van een masterplan. Dat is dus het creëren van een visie en een conceptontwerp voor de gehele site. Dus dat is eigenlijk de volledige lengte van de site. Daar creëren we een masterplan voor. En tegelijkertijd ontwerpen we ontwerpen de noordelijke zone van de site. En de zuidelijke zone van de site. Die zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd worden. De middenzone hopen we uiteraard ook uit te voeren, maar dan in een volgende legislatuur. Ja, dat is hier ook eigenlijk duidelijk getoond op beeld. Dus het masterplan over de hele zone en daarna het aanpakken van die drie deelzones waar we echt een uitvoeringsontwerp voor maken. En concreet betekent dit dat we nu bezig zijn met het masterplan die zou moeten afgerond zijn tegen begin 2023. En dat we ook dus het uitvoeringsdossier voor Noord en Zuid opmaken, waarbij dat we dus in 2023 ja, de werf zouden willen starten van
het noordelijk deel en het zuidelijk deel in 2024. En ondertussen loopt dus ons participatieve traject over de gehele lengte van de opdracht en hebben we al wat momenten ingepland in de volgende fase.